Hallo allemaal, dit filmpje is van Dorpsbelang Offigavier en in dit filmpje vertellen we je precies hoe het staat met het proces om het verkeersprobleem in het dorp op te lossen en wat er nu voor nodig is om verder te gaan. Offigavier heeft al decennia lang last van een steeds meer toenemende verkeer in het dorp. De weg in het dorp is erg smal en er rijden duizenden motorvoertuigen per dag overheen. Nu dan ook nog nieuwe plannen worden gemaakt om het recreatiegebied De Potten veel drukker te maken, kan actie niet langer wachten. Hier was de gemeenteraad van gemeente Zuidwest-Friesland het ook mee eens en zo zijn we een traject gestart om tot een oplossing te komen. Dit filmpje gaat over de uitkomsten van dit traject. Mijn naam is Jelte Arendsen van Arendsen Advies en ik help dorpsbelang of weer met de aanpak van het verkeersprobleem. Laten we even kort precies zien wat het probleem is. Offengawier ligt naast Sneek. Vanaf Sneek richting het noorden ligt de N354, een drukke provinciale weg richting Leeuwarden. Deze weg is zo druk aan het worden dat de afgelopen jaren veel mensen hebben gekozen voor de sluiproute door Offengawier. Die is net zo lang qua tijd, maar vooral aantrekkelijk voor automobilisten die een snelle auto en zeer weinig geduld hebben. Er zijn nu al voorbeelden van automobilisten die ronduit agressief uitvallen tegen mensen die zich wel netjes aan de snelheid houden. Daarbij ligt Overgavier tussen sneek- en recreatiegebied de potten in, waar ook het starteiland ligt, bijvoorbeeld bekend van de sneekweek. De potten ontwikkelt de laatste jaren steeds verder en er zijn plannen het nog verder uit te breiden. Al dit verkeer moet door Ovenavier om daar te komen. Als laatste is er ook nog het verkeer naar gauw en omgeving, daar komt veel vrachtverkeer vandaan. Om tot een oplossing te komen zijn er twee dingen gebeurd. We hebben in het dorp zelf een enquête gehouden over de gewenste oplossingsrichtingen. Hierin werden drie oplossingen besproken. De eerste is een aparte weg die niet door Offengawier heen loopt, maar de rondweg van Sneek rechtstreeks verbindt met de weg naar Jerensem en de Potten. We zullen dit hierna de Verbindingsweg noemen. Optie 2 is het afsluiten van de wegen in het achterland van Offengawier zodat het sluipverkeer ontmoedigd wordt. En optie 3 zijn maatregelen in het dorp zelf, zoals een andere inrichting van de weg. Uit de uitkomsten van de enquête kwamen twee belangrijke resultaten. Het grootste probleem in het dorp is de hoeveelheid verkeer door het dorp, vinden mensen. En daarna de snelheid waarmee dit verkeer door het dorp gaat. De meest gewenste oplossing is een verbindingsweg die ervoor zorgt dat het verkeer niet meer door of in Gawier gaat. Hierop heeft de gemeente verkeersbureau Roelofs ingeschakeld. Roelofs doet ook onderzoek voor de provincie naar hoe toekomstbestendig de N354 is en kan dus alles in één geheel beoordelen. Roelofs heeft van de drie oplossingen eerst bekeken hoeveel verschil het zou maken in hoeveelheid verkeer door of in wie er heen. Maar ook welke gevolgen het voor andere wegen in het gebied zou hebben. Daarna heeft Roelofs ook per oplossing gekeken naar hoeveel die oplossing zou kosten. Dit zijn de uitkomsten. Op dit moment rijden er per dag tussen de 2200 voertuigen door of gewier in het laagseizoen en 3500 in het middenseizoen en hoogseizoen, en dit loopt op tot de 5400 in de sneekweek per dag. Er is uitgegaan van een gemiddelde van 3400 motorvoertuigbewegingen per dag. En voor het bekijken van de oplossingsrichtingen is bepaald hoeveel dat gemiddelde per dag zal stijgen tot 2030. En je komt dan op dit plaatje uit. 3900 voertuigen gaan er in 2030 gemiddeld elke dag door of in Gawier. heeft een gemiddelde dag hiervan genomen en bekeken waar het verkeer vandaan komt en waar het heen gaat. Op een gemiddelde dag rijden er 3900 voertuigen door Offingavier, en, en van het verkeer dat door Offingavier naar het noorden rijdt, en dit is met rood aangegeven, gaat in de winter het meeste verkeer naar Jerensem en in het hoogseizoen het meeste verkeer naar De Potten. Een kleiner gedeelte gaat naar gauw. Van het verkeer wat naar het zuiden door Offingavier rijdt, richting Sneek, en dat zijn de blauwe pijlen, gaat het meeste onder het aqueduct door, en 20% gaat direct de stad in. Een klein gedeelte gaat op de rondweg terug naar het noorden. Oplossingsrichting 1. De verbindingsweg zou ervoor zorgen dat bijna al het verkeer door Offengawier de verbindingsweg zou nemen. Dit zou 3500 voertuigen per dag minder betekenen in Offengawier. Van elke oplossingsrichting is ook berekend of het in de omgeving ook verschil zal maken. Op elke weg zie je in het rood aangegeven dat die weg drukker zal worden door de oplossing en in het groen aangegeven dat die weg rustiger zal worden. Zo kun je zien dat de verbindingsweg ongeveer 200 voertuigen per dag extra zou opleveren richting Jurensen en die 200 voertuigen minder zouden rijden op de N354. Er is dus niet. Heel veel effect op het verkeer in het achterland. Het grote verschil zit in hoeveel verkeer de Offinghavier rijdt. Het is duidelijk dat dit de duurste oplossing is. De kosten hiervan zijn berekend op 4,5 miljoen euro. Oplossingsrichting 2 bestaat uit het afsluiten van de wegen richting Jerensen om het sluipverkeer tegen te gaan. Hiervoor zijn een aantal scenario's bedacht op verschillende punten in het achterland en met verschillende methodes. Om het hier kort te houden, zal ik alleen snel aangeven wat de algemene uitkomsten waren. Als je geïnteresseerd bent in alle methodes en plekken, dan kun je het hele rapport downloaden met de link in de omschrijving van dit filmpje. Er zijn drie plekken gekozen met vier verschillende methodes. Op de Boetlandswei is een harde afsluiting berekend door de weg te sluiten en meteen dan ook op de Abengawiersdijk, zodat mensen niet om de afsluiting heen kunnen rijden zoals je kunt zien levert dit in Ofra wier een vermindering van 1000 voertuigbewegingen per dag op. Maar zoals je ook kunt zien gaat het verkeer dan gewoon richting Poppenwier en levert het daar 1900 extra verkeersbewegingen per dag op. Het probleem verplaatst zich daardoor feitelijk. De kosten van deze maatregel zijn berekend op 210.000 euro. Het volgende scenario is de weg afsluiten op de Kooiwei, vlak achter of in Gavier. Daar is zowel een landbouwsluis als een spitssluis berekend. Als je de weg daar met een landbouwsluis afsluit, dan kunnen alleen nog trekkers en groot materiaal over de weg. Gewone personenwagens kunnen hier niet overheen. Dit houdt dan vervolgens volgens de uitkomsten 2.000 voertuigbewegingen tegen. Ongeveer de helft daarvan. Zal dan alsnog via Gauw door offegawier rijden, waardoor het maar een besparing van 1000 voertuigbewegingen per dag oplevert in offegier en tegelijkertijd zorgt voor 900 extra voertuigbewegingen door gauw. Ook hier verplaatst het probleem zich dus. Met een spitsluis wordt alleen het spitsverkeer tegengehouden. Dit scheelt ongeveer 400 voertuigbewegingen per dag in offegier, maar er komen er ook 400 bij in gauw. Het heeft dus weinig effect. En het effect wat het heeft is dat het verkeer zich verplaatst. De kosten hiervan zijn berekend op 150.000 euro voor een landbouwsluis of 410.000 euro voor een spitsluis. Vlak bij en dan ook nog op de Abbegavierste diek is gekeken naar een camerasysteem voor bestemmingsverkeer. Dit houdt alle mensen tegen die niet wonen in het gebied. Dit zou in Abbegavier 1300 voertuigbewegingen schelen. En in een groot gedeelte van het gebied de wegen rustiger maken. Maar het zou de Rijksweg van Jernsem naar de N354 wel 1300 voertuigbewegingen extra per dag opleveren. En het verkeer op de N350 zou over de hele lengte toenemen, op sommige plekken met 2800 motorvoertuigbewegingen per dag. De kosten hiervan zijn berekend op 310.000 euro. Oplossingsrichting 3 zijn de maatregelen in het dorp zelf. Door de weg door het dorp te herinrichten zou je de weg minder aantrekkelijk kunnen maken. Dit scheelt 300 voertuigbewegingen per dag, bijna niets dus. De berekende kosten voor deze maatregel zijn 1,6 miljoen euro. We moeten nog wel een kanttekening hierbij maken: deze getallen zijn grotendeels gebaseerd op de aannames die ZKA Consultants heeft gedaan voor het toekomstige verkeer naar de potten. Deze aannames zijn in onze ogen wel wat laag. ZKA gaat ervan uit dat het verkeer van en naar de potten met niet meer dan 50% toeneemt. Maar tegelijkertijd staan er wel grote plannen over nieuwe hotels, nieuwe logiesaccommodaties, nieuwe evenementen, nieuwe attracties, een nieuwe boulevard, seizoensverbreding in het plan van de potten. En ook de organisatie van de Sneekweek is plannen aan het maken. Daarom is ook gevraagd aan Ruloffs om te kijken naar de gevolgen als het verkeer naar de potten verdubbelt. Dit zijn de uitkomsten. Je ziet dan dat ten opzichte van de huidige situatie het verkeer in bijna alle scenario's meer wordt dan het nu al is. Als er nu niets gedaan wordt, is volgens dit scenario in de toekomst elke dag in het hoogseizoen vergelijkbaar met de dagen in de sneekweek nu. Met rond de 5000 motorvoertuigbewegingen per dag. Dat betekent dat het verkeer gedeeltes van de dag in het hoogseizoen vast zal staan, niet alleen in de sneekweek. Wanneer de ambities van de potten doorgezet worden, is niets doen dus geen optie. We zetten alles nog even op een rijtje voor je, dan zie je de volgende uitkomst. De verbindingsweg zorgt ervoor dat 3500 motorvoertuigbewegingen minder zijn in overgrawier. Het probleem verplaatst daarmee niet, maar het kost 4,5 miljoen euro. Allerlei beperkingen en afsluitingen die zorgen ervoor dat er zo'n 100 tot 1000 voertuigbewegingen minder door offing gaan, maar het probleem verplaatst zich daarbij simpelweg. Het kost dus de 150.000 tot 410.000 euro. De herinrichting en de maatregelen of in offin scheelt 300 motorvoertuigenbewegingen per dag. In de toekomst. Uh, dit verplaatst niet het probleem, maar het lost ook niet zoveel op en het kost 1,6 miljoen euro. Het lijkt erop dat de verbindingsweg de enige oplossing is die het probleem werkelijk aanpakt en het probleem niet simpelweg verschuift. En daarom heeft het toch de voorkeur van Overgavier dat serieus geprobeerd wordt deze optie werkelijkheid te maken. Dit is een uitdaging, want het is de duurste optie. Maar op de lange termijn is goedkoop in dit geval waarschijnlijk duurkoop. En omdat de provincie ook belang erbij heeft dat deze route open blijft, kan misschien ook bij de provincie aansluiting worden gezocht voor financiering. Andere maatregelen veroorzaken immers problemen op de N354 in de toekomst. En met het economisch belang van de ontwikkeling van de potten in het achterhoofd, is het dan misschien toch wel een aantrekkelijke optie aan het worden voor de gemeente. Het levert ook wat op, tenslotte. Uiteindelijk is het ook een optie die heel zorgvuldig moet gebeuren, met oog voor de landeigenaren die het betreft, en met goed en uitgebreid overleg hierover om het te realiseren op een manier waar iedereen beter van wordt. Dorpsbelang over verzoekt in ieder geval gemeente Zuidwest-Friesland de optie van een verbindingsweg serieus, financieel en praktisch te gaan uitwerken. Het hele dorp kijkt uit naar een situatie die eindelijk de al heel lang beloofde verlichting gaat brengen. Mocht je alle resultaten zelf op je gemak willen bekijken, klik dan op de link in de omschrijving van dit filmpje. Dan kun je zelf het rapport van Roelofs downloaden. Heb je vragen? Stuur die dan aan de dorpsvereniging. Dit kan via ofingawier.gmail.com. Bedankt voor het kijken!